Anderzijds fris, de man heeft twee gezichten. Precies, nou ja, ik heb geslapen. Ik ben inmiddels wel weer oké. Goed zo. Is hier Wouter Monden met... Kink op de week. Het is hartverwarmend hoe Nederland zich eensgezind inzet voor vluchtelingen. Of in ieder geval witte vluchtelingen. Echt iedereen komt samen om te helpen. En toen de vluchtelingen uit Afghanistan en Syrië kwamen, kwam ook iedereen samen, maar dan op protestavonden tegen opvangplekken. En tot op de dag van vandaag vinden we het eigenlijk best handig dat de Griekse kustwacht boten terug de zee opduwt. En van de week kwam er een oproep om een reisorganisatie te boycotten omdat een van de aandeelhouders een rijke Rus is. Dat is die reisorganisatie waar je na elke reclame ofwel zin krijgt om boodschappen te doen of om in Brabant het drugscircuit in te gaan. Hoe dan ook, ik vond die oproep ingewikkeld, want ik ga half april met die organisatie op reis en daar kijk ik serieus al 3 jaar naar uit. En ik wil met alle plezier iets boycotten, maar dan het liefst iets waar ik toch al geen zaken mee deed. Heineken bijvoorbeeld, die blijven actief in Rusland. Kijk, zelfs advocaten en Shell doen geen zaken meer met Rusland. Als zelfs Shell een morele grens trekt, dan is er echt stront aan de ja-knikker. Maar ja, Heineken is een van de grootste producenten van een van de meest verwoestende drugs ter wereld. Die zijn niet onder de indruk van een paar mensenlevens meer of minder, joh. Ja, die vinden een oorlog ook erg, maar vooral omdat slachtoffers zo verdomd weinig zuipen. Je ziet zo'n vertegenwoordiger ook al staan, hè, in een half weggeschoten ziekenhuis in Kiev. Inkakken is bijkakken, stelletje luie donders. Hé, hey, jij daar, met die krukken. 2 woorden, 9 letters. Poetin lul? Nee, bier halen, gek. Maar misschien ben ik te cynisch. Want onze sancties werken verlammend, maar bier werkt ook verlammend. Dat maakt die Russen toch net iets minder scherp, net iets makkelijker te verslaan. Misschien dat dat konvooi al een paar dagen stilstaat, omdat er gewoon de hele tijd iemand moet pissen en de rest dat nog te vreten bij de benzinepomp. Maar toen ik de filmpjes zag van mannen die afscheid moesten nemen van hun familie, kreeg ik de rillingen. Echt mannen die door hun tranen heen hun kinderen proberen te troosten. Die tegen beter weten in een zinloze strijd moeten gaan vechten. En je kan jezelf niet anders dan de vraag stellen: zou ik ook gaan vechten voor mijn vrijheid? Ik hoop het, maar ik zou er niet veel van bakken. Ik ben meer als die Chinese student tijdens de protesten op het plein van de Hemelse Vrede in 1998... die gewapend met 2 plastic tasjes een tank tegenhield. Ik kan namelijk supergoed awkward in de weg staan en niet weten welke kant ik op moet. Nou, zou ik vechten voor mijn land? Het land van 15 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde. Het land van Lange Frans en Baas B. Ik vind het lastig. Ik ben zo bang dat als het nodig is, hè, en we verslaan de vijand, wat met mij in je verdediging alleen lukt als de vijand België is en ze hun wapens per ongeluk verkeerd omgebruiken, dan ben ik zo bang dat die overwinning wordt gevierd als een enorm tros muziekfeest op het plein. We mogen heel blij zijn dat wij niet hoeven te vechten. Dat we nog alles kunnen zeggen, kunnen doen en kunnen kopen wat we willen. In theorie dan, want benzine is even niet te betalen. Zegt wachten op de dag dat je afrekent en de verkoper vraagt: wilt u gebruik maken van onze aanbieding? €1500 voor het afstaan van 1 nier. Operatie uitgevoerd in het Freddy Heineken Medisch Centrum. Maar wil je het doen zonder te hoeven vechten en zonder na te denken over welk bedrijf je wel of niet iets koopt? Geef dan, als je wat kan missen, aan Giro 555. En wacht niet tot maandag, hè. Doe het gewoon nu gelijk. 2 woorden, 9 letters. Geld geven.